Ik werk als verpleegkundig specialist op de Mama Polykliniek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik werk dus met veel vrouwen met aandoeningen in de borst. En samen met mijn broer hebben we dus bedacht om tijdens de borstkankermaand, oktobermaand, deze spinningmarathon op te zetten. De mensen die er nu allemaal zijn, die daar zitten te spinnen, echt voor het goede doel. Dus niet omdat ze willen spinnen, maar echt omdat ze Pink Ribbon een warm hart toedragen, vind ik fantastisch. Mensen die daar zo'n behoefte aan hebben, toch altijd geld tekort komen en wij met ons gezonde lichaam hier ons voor in kunnen zetten en daarbij veel geld over te houden voor deze organisatie. Je hoopt altijd wel op een hoop respons, maar ja, dat het zoveel en zo groot, ja, geweldig. Ja, we gaan het zeker nog een keer doen. Wij vinden het echt een enorm succes. We hebben onwijs veel vrijwilligers die helpen. Onwijs veel mensen die geven, die gift geven. Ja, dat is onvoorstelbaar. We zitten ruim over de 21.000 euro in. Kijk, en dat voor een dorpje als voorraad. Ja, mooi.